Ja, ik lag nog wel, maar ik lag wel als een boer met kiespijn. Binnenkort 62 had ik al in een van mijn eerdere filmpjes gedeeld. En dat lijf wordt gewoon krakkemikkig, hè. Ik bedoel, er zijn nog wel spierballen, maar die gewrichten en die rug en die knieën, die voeten. Het wordt allemaal wat krakkemikkiger. En dan komt de vraag, hoe ga ik daar nou mee om? Nou, er zijn een aantal nuances zijn er te zeggen over fysieke ongemakken. Hè? Dit instrument bestaat gemiddeld 80 jaar en na 62 jaar gaat het wat piepen en kraken. Ik negeer het niet en ik val niet huilend in de hoek. Beide niet. Nee. Kijk, er is een soort realiteit, hè? Dus als ik een fysieke klacht heb, ga ik naar een dokter. En dan vraag ik of naar een fysiotherapeut of naar een haptonoom. En dan vraag ik, hè, vanuit jouw deskundigheid, wat denk jij ervan? Nou, dat vind ik heel volwassen en helder. Een heldere actie op ongemakken in dit lichaam. Ja. De tweede is de realiteit dat John is ooit op deze aarde terechtgekomen. John is geboren en John gaat ook weer dood. En kan ik zien of ik daar ideeën over heb. Dat ik ben geboren en dat ik weer dood ga. En dat ik het ene misschien wel wil en het andere niet. Dus daar ligt ook veel winst. Hè? Van wat is hier gaande? Het is een hele natuurlijke beweging. Dat ik kom en ik ga. Of ik daar weerstand over heb. Voor de rest is het, wat ook nog goed om te zien is. Als de modus opkomt, ik wil er vanaf. Of kijk, dat de buurman het heeft, nou ja, Allah. Maar dat ik het heb, is het wel een probleem. Dus ik wil er vanaf. En als ik er vanaf wil, dan negeer ik de realiteit. Dus ik hoef er niet meer vanaf. Is het vervelend? Ja, zo'n schouder is vervelend. Het is echt vervelend, ja. Ik kan niet op mijn zij slapen. Ik slaap op mijn rug. En 's nachts begint hij wel eens op te spelen. Dan word ik wakker. Dan, wat doe ik dan? Nou, opmerken dat hij aan de gang gaat. Ik ga wel af en toe naar een masseur. Die doet dan met een soort puntig voorwerp. Drukt ze er heel hard in en dat helpt wel een beetje. Het is een paar dagen wat verlicht. Maar daarna komt het gewoon weer terug. Dus ik blijf erbij. Een soort. Ja, ik wou zeggen een vriendelijke modus. Ik blijf erbij dat het is wat het is. Dus ik hoef er niet vanaf. Het is gewoon wat het is. Dus die drie dingen, hè, die zijn volgens mij belangrijk. Ik omarm het niet, ik accepteer het ook niet, want dat is iets doen. Ik voel het, ik voel verkramping in de schouder en dan punt. Dan kan ik daar de verhalen stoppen. En soms is er angst om dood te gaan. Of soms is er irritatie dat ik niet mijn arm hoger kan doen dan zo. Of een overhemd aantrekken, hè, zo. Door die mouw heen, dat gaat ook lastig. En soms is daar gewoon zware irritatie over. En kan ik dat zien met hoofdletters? Dat daar zware irritatie over is. Ik hoef het niet te accepteren. Ik hoef het ook niet te omarmen. Ik hoef ook niet te zeggen het is goed. Het is goed zoals het is. Of het is de bedoeling. Nee, het is. Punt. Nou, dat is wat ik doe. En voor de rest leef ik gewoon mijn leventje. Oh ja, wat ook goed te zien is. Dus ook. Ook aan deze, hoe is het met deze schouder? Hè? Deze schouder is namelijk prima. Dus ik vroeger alleen maar hier naar kijken. Maar die goede schouder vergat ik altijd. Dus een klopje op de goede en een klopje op de slechte. Nou, oké. Okay. Have a nice evening.